Mevrouw Schouwenberg woont samen met haar dementerend echtgenoot in Tegelen. Hoe kan het beeldbellen hierbij helpen? Het makkelijke van beeldbellen vind ik als een behoefte. Als ik verdrietig ben, als ik eenzaam ben. Dat ik de kellies kan bellen. En vaak is het zo, dan kijken ze me aan. En zien ze hoe ver het is. En het vertrouwen. Ik ben heel blij mee. Een beeld van het gezicht. En ze kijken je aan. Ik kan niet uitleggen wat er voor me is. Fijn. Ik beeldbel met andere collega's, ja. Als er iets is, bijvoorbeeld bij mevrouw en meneer Schoonberg, dan bel ik Kali Thijs op via de beeldbel-app. En dan overleggen we daar even in. Beeldbellen is gewoon heel positief, dat je elkaar ziet. Maar met name ook ja, hoe mevrouw zich voelt op dat moment. Mevrouw kan zeggen via de telefoon, het gaat goed. Maar ik kan aan haar emoties zien hoe zij eraan is. Beeldbellen is geen vervanging van de zorg voor meneer. Het is gewoon een toevoeging voor mevrouw om haar te informeren hoe het met haar is. De overige dagen dat wij niet hier zijn. Ik hoop dat ik het leer en dat ik vast overtuig met de meiden. Dat ik hem dadelijk meeneem als ik op de kleinkinderen afstand ik ook daar wat kan doen. Zo is het bellen over de opvang van mijn man. Dat ik zo prek bij ben, dat vind ik fijn. Gerust ben ik eigenlijk. Ik ben sinds een jaar bezig met het beeldbellen. Wat voegt het toe? Ik heb op een andere manier contact met mantelzorgers. Beeldbellen gebruik ik naast mijn huisbezoeken die ik aan mensen doe afleggen. En ik kan ze gerichter benaderen. Ik merkte vaak via de telefoon dat mensen mij vertelden dat het goed met hen ging. En ja, nu met beeldbellen kan ik mensen ook gericht zien. Tevens werk ik ook met mensen met dementie en dan merk ik dat ja, de deuren wel eens vaker dicht blijven. En door middel dat ik dan kan beeldbellen, kan ik toch een cliëntsituatie bekijken zonder dat ik echt direct aanwezig ben. Ik gebruik het beeldbellen nu al een tijdje en ik kan het eigenlijk iedereen aanraden, zowel professionals als mantelzorgers of cliënten. Want ja, als professional maak je heel erg veel gebruik van je zintuigen en dat is echt een aanvulling op je zorg die je geeft. Maar ook voor een mantelzorger of een cliënt is het directe contact heel erg prettig. Wat wij ook merken is doordat wij met die iPad werken, dat de omgeving daar ook positief op reageert. Dus mensen krijgen ook een veel groter netwerk. Je hoort in één keer dat de kleinkinderen met opa of oma gaan bellen, beeldbellen. Dus er liggen gewoon veel meer mogelijkheden. De wereld gaat letterlijk open voor mensen door middel van het beeldbellen.